Voor andere tijden Speco gaan we over naar uw presentator, Jurgen van Dijk. Welkom bij Andere Tijden Speco. In deze aflevering staat Wilmer centraal. Aan de hand van interviews met toptennissers uit het heden en het verleden willen we de unieke sfeer van Wimbledon op u overbrengen. We hopen dat u ooit zelf een bezoek gaat brengen aan het mooiste tennistoernooi ter wereld. Naast de legendarische winnaars van Wimbledon was er ook Nederlands succes. Tom Okker, Nederlands beste tennisser ooit, haalde in 1978 de halve finale. Betty Steuven haalde de finale en in 1996 wist Richard Krajicek het toernooi te winnen. We zijn nu in het topsportcentrum van Rotterdam. Hier zitten enkele beelden van historische Wimbledon momenten. We hebben enkele van deze tennissers bereid gevonden om hun Wimbledon ervaring met ons te delen. Een historische Nederlandse tennisser die Nederland ooit heeft gekend was Tom Okker. Hij verloor helaas de halve finale van de legendarische Björn Borg. Wimbledon was altijd het nummer 1 toernooi in de wereld en het gras had daar niet zo gek veel mee te maken. De US Open was daarna is het op gravel gaan spelen, is wel een belangrijk toernooi, maar de sfeer is ook heel anders. Het is veel luidruchtiger, de Amerikanen reageren anders. Dus Wimbledon blijft nog altijd speciaal en het nummer 1 toernooi. Ja. Het belangrijkste succes was voor mij dan de halve finale in 1978 tegen Borg. Dat was al een beetje in mijn nadagen, want mijn beste tijd was van 68 tot en met 75. U kwam vaak ver op Wimbledon, maar wist nooit Wimbledon te winnen. Heeft dat een reden? Of? De reden is dat die anderen beter waren op een gegeven moment. En, ik was fysiek natuurlijk klein en tenger. Ik was wel snel, maar ik had het vaak moeilijk tegen krachtige spelers die heel hard serveerden. Ja. En zoals Arthur Ashe en John Newcomb en Lever en dat soort mensen. En daar verloor ik dan net van op het laatste moment. Dus het is jammer dat ik het nooit gewonnen heb, maar zo is het nou helemaal. Iets wat Tom Okker niet lukte Richard Krajicek wel. In 1996 sloeg hij Malifay Washington vrij gemakkelijk in 3 sets. Wat is hem het meeste bijgebleven van Wimbledon? En het leuke vind ik dat ik tegen een onbekende heb gespeeld in de finale, maar dat ik wel tijdens het toernooi van de regerende Wimbledon kampioen heb gewonnen, Piet Sempers. Dus je hoort wel eens als mensen een beetje een goede loting hebben gehad en niemand die echt goed is tegengekomen van ja, het zat allemaal mee dat jaar. Maar het zat mee voor de finale. Als je tegen iemand als Sempers in de finale speelt, is het wel heel lastig. Maar ik heb toch in de kwartfinale van Sempers gewonnen, dus dat maakt het toch wel extra mooi.
Nou, voor mij als klein jongetje, toen nog niet veel van tennis wist, wel zelf tenniste, had ik al het gevoel dat Wimbledon het wereldkampioenschap was. Hè. Degene die Wimbledon was, stond nummer 1 van de wereld. Zo groot was het toernooi. Was het enige toernooi wat je echt kende als beginnend tennisfan. En het heeft een waanzinnige geschiedenis. En, ik heb Borg na 5 jaar op rij zien winnen. Borg tegen Mekker al een waanzinnige wedstrijd zien spelen. En, ja, Wimbledon blijft toch het meeste bij van alle Grand Slams af sinds mijn jeugd. En dat neem je zo mee. En ja, en ook omdat ik gewonnen heb, dan ben ik misschien nog een beetje extra bevooroordeeld. Maar ik zeg van, nou, dat is toch inderdaad wel de allerleukste om te winnen. Richard Krajicek was dus de laatste winnaar op het Heidersras van Wimbledon. We hebben Robin Haase gevraagd of hij de nieuwe opvolger kan worden van Richard Krajicek. Nou ja, daar droom ik natuurlijk van en dat hoop ik nog altijd. En daar zou ik ook hard voor trainen. Nou, ik heb, 2008 verloor ik in de eerste ronde, 2010 tweede ronde, 2011 derde ronde. Dus er zit een stijgende lijn ja. En hopelijk kan ik volgend jaar de tweede week halen. Ja, de meeste mensen die de tennissers die er komen zeggen dat Wimbledon echt het mooiste toernooi is, Grand Slam toernooi van allemaal. Mm-hmm. Is dat puur door de tradities die er zijn of die de sfeer die hangt? Kun je me een beetje vertellen hoe dat zit? Nou, ik denk dat het vroeger absoluut zo was dat iedereen zei Wimbledon is het mooiste toernooi vanwege inderdaad de traditie en omdat het de grootste toernooi ter wereld was. Tegenwoordig zie je dat steeds meer spelers dat helemaal niet zozeer vinden. Bijvoorbeeld een Del Potro, die won de US Open en hij zei ook altijd, zijn droom was altijd om US Open te winnen. Ja. Nou, mijn droom was eigenlijk om Wimbledon te winnen en niet de US Open, dus daar zit natuurlijk een heel erg groot verschil in. Krajicek was dus de laatste winnaar op het Heilige Gras van Wimbledon. Zou zijn prestatie ooit kunnen worden geëvenaard? En zo ja, door wie? Ja, dat is lastig. Ik weet niet of ze het gaan herhalen, maar... Het zijn wel jongens die echt ver kunnen komen. Je hebt er nu 3, vind ik. Robin Haase, Timo de Bakker en ook Thomas Goyal. En die kunnen wel veel doen. Als je ziet dat Haase in 5 sets verliest van Nadal vorig jaar. 1,5 jaar geleden was het op Wimbledon. En Nadal wint daarna Wimbledon. En we wonnen veel van zijn wedstrijden in 3 of 4 sets, geloof ik. Dan zie je wel dat hij toch wel redelijk in de buurt komt hoog niveau Haase en Timo de Bakker hetzelfde eigenlijk. En Thomas Gorel was net een beetje aan het opkomen, heeft nu helaas een schouderblessure, maar heeft een heel gevaarlijk spel. Hij heeft begin van het jaar tegen Federer een setpoint gehad in de eerste set. En, ja, het is jammer dat hij nu geblesseerd is, maar dat is een jongen met die heeft echt wapens en lange jongen, van bijna 2 meter. En kan aces slaan, maar kan ook van de wezen een hard slaan. En, ja, die zouden echt wel goede dingen kunnen doen, weet je wel, naar kwartfinale, halffinales gaan. Ja, en als je daar eenmaal bent, dan moet het een beetje meezitten wie er nog in zit. Dus het zou zomaar kunnen inderdaad. En, maar zeg maar zeggen, de derde ronde die nu maximaal gehaald is, voor mij de Haase en een keer door de Bakker op Frans Open. Dat gaan ze zeker wel verbeteren. Oké. Ik hou het niet zoveel bij. Er zijn misschien een aantal jeugdspelers die opkomen. Bijvoorbeeld Robin Haase. Robin Haase is een goede speler, een degelijke speler. Hij heeft pech gehad met een paar blessures. Maar ik zie hem niet zo gauw Wimbledon winnen. Het is niet iemand die iemand anders kan overpoweren. En, hij kan wel een goed niveau halen, dat is een goede speler. Maar Wimbledon is denk ik... Dit was André Tijdens Speko vanuit het Topsportcentrum in Rotterdam. We hopen dat u een beetje enthousiast bent geworden over Wimbledon. Wij gaan in ieder geval sowieso een keer de sfeer proeven. Bedankt voor het kijken en een fijne dag.